Ja, maar die kan ik wel aan. Goud koken. Eens kijken. Vleeshouwek. Buskruid weg. Absoluut walla walla weg. Hoeveel klei is het? Zullen we even slapen? Ja, is goed. Waar is mijn bed? Hé, wat is dat? Waar is mijn bed? Spider Eye. Heb jij mijn bed Ik weggehaald? heb een Spider Eye. Wat is dat nou weer? Dat is een nieuwe item, dat is voor potions te maken. Ik wil mijn bed terug. Kom maar halen. Godverdomme. Beddendief. Ik breng keepers naar je huis en ik ga suiciden bij je huis als je dat nog een keer doet. Dat je hele huis ontploft. Oh, weet je wat dan gebeurt? Oh, er zit hier een creeper. Trek voor de deur. Hey, als creeper. Je die deurtje staat open. En die deur blijft open tot mijn bed terug is. Ja, hij is bed bijna is binnen. Boven. Hij is bijna binnen. Doe de deur. Bed is boven. Het bed is boven. Oké. Okay. Zullen we even liggen? Dammit. Oké, ga maar naar huis. Eerst wil ik met een andere bed. Nee, dat is mijn bed. Beddendief. Zo, blijf maar naar boven. Jij wilt oorlog, oké. Jij stelt mijn bed. Weg je Jij weet wat ik ook heb in mijn Minecraft, hè? Wat dan? Je weet welke mod ik heb, hè? Voor vliegen? Nee. Waarvoor ik het niet meer mijn bed steren? De deurtechniek. Wat hoor ik? Spider. Dat hij steeds te vallen. Nou ja, aanvallen. Ik ben level 4. Oké, moet ik even langs zombies, skeletten, creepers, andere mensen heen rennen. Ook zei jou, beddendief. Jij bent de beddendief. Jij loopt langs mijn huis en je neemt mijn bed mee. Jij had hem laten vallen, ik heb hem niet eens kapot gehakt. Hoe bedoel je? Hij stond hier gewoon, ik heb hem niet Ik heb hem niet eens kapot gehakt. Ja. We gaan in bed liggen, ik lig ook in bed. Nee, ik vertrouw je niet meer. Nou, kom op. Niet weer gaan typen. Hoeveel is ijzer nog bezig? Goud is klaar. Nou, 12 gouden ingots. Oké, eens kijken. Zijn de monsters al verbrand? Zijn weg? Ja. Vanuit mijn tuin. Oh shit! Oh, what the fuck! Er is een dag enderman hier. Kom hier jij. Bij mij was hij in mijn huis. Oh shit! Ik heb hem geslagen, waar is hij? Daar is hij. Kom hier jij. Dammit, ik zag een enderman in mijn huis. Kom hier. Kom hier jij. Dammit, ik probeer achter me aan te rennen. Kom hier. Niet wegrennen. Heb eens. Hij zit steeds. Dammit. Kijk hem recht aan. Kom hier. Hate you, enderman. Dammit. Kom hier. Wacht, hij is weer weggeteleporteerd. Waar is hij? Daar is hij. Kom hier. Oh shit, waar is hij nu? Oh, hij teleporteert als een gek rond. Blijf. Critical hit. Hey, zag ik hem daar achter heen gaan? Waar is hij? Hier, Enderman. Ik zag je hier ergens heen gaan. Waar is hij nou? Zie jij hem? Nee. Oh, daar is hij, bij meteen. Blijf. Oh, nee, niet weggaan. Dammit. Waar is hij niet meer heen? Weet je, ik weet misschien hoe het komt. Enderman. Hij haat je. Hij is bang voor me. Nou, dat denk ik niet, want ik ben niet zo een Spanjaard. Waarom rent hij dan steeds voor me weg? Omdat jij vreselijk gezicht hebt. In Minecraft betreft. Mijn gezicht is niet vreselijk. In Minecraft wel, in de techniek, dat weet ik maar. Dit is toch helemaal niet vreselijk? Vinden jullie dat vreselijk? Zeg me dat eens. Kan veel beter. Ja, ik vind deze skin goed. Doe misschien wat aanpassen.
Ik vind de Enderman niet meer. Ik moet dan. Ik ga zo'n trapdoor moet ik eens gaan maken. Zo, je had er twee. Of zo'n. Hoe noem je dat weer? Mobtrap. Nee. Voor zo'n kleine deurtje. De kleinere versie van de deur. Hoe noem je die ding weer? Fence-door. Fence-door, dat was het. Ik zal stokken hebben. Zo vaak is er twee stokken aan de zijkant. Planken. Ja, ik heb gelijk. In één keer goed. Applaus, mensen. Geef hem een applaus. Hij heeft zijn verstand terug. Ik heb al lang mijn verstand terug. Nou, merk ik niks van. Doet me daar. Zo. Eens even wat wiet gaan verzamelen. Doe dat maar. Doe ik. Het is het enigste verstandigste wat je nu zegt. Nou, kom op, Dave. Is nu maar genoeg, hè. Oh. Oeps. Torch weggeslagen. Terug. Ik ga even mijn model dit. Zo, laat het maar zo. Hoppakee. Alleen wil ik weten hoe je aan pumpkin seeds komt. Dat moet ik eens onderzoeken. Weet jij hoe je dat met pumpkin seeds maakt? Even bij Too Many Items kijken. Waar ben je? Nee. Nee. Wat nee? Bestaat niet. Pumpkin seeds moeten eigenlijk bestaan of niet? Ja. Ik heb nieuwe zaden en ik heb weer 15 wiet. Ik heb een flink wat voor wat brood. Wat is dat? Oh mijn god, er zit ijzer in het water hier. Nou, dan ben je blind geweest dat je dat niet eerder gezien hebt, denk ik. Ik heb er ook nooit gezien. Heb je dat meertje nooit bekeken? Nee. Oh. Ik ben nooit echt erin gekeken, maar normaal zit zoiets niet erin. Jawel hoor, ik het vaker erin gezien. De meeste wat hierin zit is soms wat kool of klei, maar nooit ijzer. Dat is echt zelden. Dat zoiets gebeurt. Ik heb het altijd dat soort watertjes gecheckt voor ijzer. Want het... Nou, dan heb je deze niet gecheckt, dus je dekt je het toch niet allemaal. Nee. Omdat ik bij jou een rondje huis niet kom. Oké, okay, ik moet nog wat hekken maken, zie ik. Als we griep achter de hekken zijn nog niet in brand gegaan. De hekken zijn nog niet in brand gegaan. Komt omdat ik het heb beveiligd. Ik heb het beveiligd. Nee hoor. Hoe heb jij het dan beveiligd? Zeg me dat eens. De spreuk erop gepraat. Ja, ja. Zo. Hopelijk zijn dat genoeg. Ik denk dat hier een creeper is ontploft. Zo. Even dichtmaken. Ik ga verder aan mijn huis. Ik hou mijn huis simpel. Ik hoor iets branden. Zeg niet dat mijn huis in brand staat. Yo. Nee. Alles is nog veilig. Ik zie vuur. Waar? Achter je hekken. Achter mijn hekken? Ik zie een creeper. Oh, dus dat verklaart het. Daar vliegt het juist dus wel aan brand. Oké. Dat is mijn bijl. Zie je, ik heb gelijk die spreuk weg gedaan. Ja, ja, ja. Zo. Dus hier vliegt het juist wel aan brand. Waar is mijn steen? Loop eens een stukje naar mij toe. Waarom? Ik wil je wat steen geven. Ik heb steen. Nee, maar je hebt meer steen nodig. Nee hoor.
Maar je maakt juist op de steen, ik wil je wat steen geven. Mag dat niet? Ja, mag wel, maar ik hoef nu even geen. Nou, dan niet. Heb jij het zelf niet nodig? Nu niet. Dan kan je dadelijk komen brengen als je wil. Nou, kom maar halen. Nou goed, dan kom ik het wel halen. Ik wil gaan lopen. Daarom gaat, daarom, dus de reden, als je creeper. Daarom, juist. Nu ben ik van die creeper af. Oké, dan loop ik even in je huis, als je zo doet. Kom je mee, creeper? Oké, dan krijg je geen steen meer. Daar is Ben. Ik heb toch een verdediger nodig. Zo, je zijn allebei dood. Heb je gelijk XP. Je vergeet je XP. Zo, en wat extra modder. Geef hem een steen. Waar heb je het gegooid? Ligt die beneden op de grond. Ik heb het. Nou, je wilt niet nog meer? Nou, dat verdwijnt. Nou, ik dacht dat dat het was. Ik dacht dat het was. Nou, dan pak je hem maar terug. Laat hem zitten. Ah, flikkert. Mijn huis wordt wel mooi, hè? Ja, ziet er vreselijk uit. Ja, jouw huis is nog vreselijker met één. Vreselijk mooi, wou ik zeggen, maar als je zo doet, laat me zitten. Ja, vreselijk mooi. Dat wou je niet eens zeggen. Jawel. Ja, ja. Wat wou ik weer? Ik wou iets maken, wat was dat weer? Oh ja. Je beveiligt tegen het vuur. Schep moest ik hebben. God damn it. God damn it. Ik ben vervloekt met de Jo-vloek. Met de wat? Met de Jo-vloek. Mijn wat? Mijn naamvloek? Hoe is dat? Ja. Wat voor vloek is dat er dan? Dat jij mij zomaar vervloekt met niet opletten van wat je zegt. Ja, weet je nog die ene keer dat je niet oplet? Dat ik zei, oh, dat is een creeper en een zombie, direct voor mijn deur. Jij loopt er naartoe en je doet de deur open. Ja, vandaar. Jij praat zo apart dat je het niet eens kan verstaan. Ik weet al wat ik met deze lava ga doen. Ik weet ook wat ik met jouw huis ga doen als er iets gebeurt met mijn huis. Je kan er niks aan doen als een creeper bij jouw huis oploft. Als ik er niet bij je ben. Hé, daar zeg ik dat dan? Nou, je zegt niet de reden waarom wat je met mijn huis doet als jouw huis ontploft. Ik zeg, je weet niet wat er gaat gebeuren met jouw huis als er wat gebeurt met mijn huis. Wat gaat er dan met mijn huis? Jouw oren horen andere dingen de laatste tijd. Mijn ook wel eens wel. Even aan mijn tuintje te werken. Zo. Nog een ingang hier maken. Maar ik doe dit. 3 breed, kan ik gewoon 1 deur naar midden. Zo. Van deur. Zo, even slapen. Oh, is het weer nog? Laat me even de deur plaatsen. Oké, okay, ik ga nu het bed in. Deuren zijn dicht. Ik lig in bed. Jij ook? Oké. Okay. Ik moet zand hebben. Voor glas. Veel glas heb ik nodig. Dat is nou net zo jammer dat ik ook veel glas nodig heb. Nou, het is lekker dicht bij het woestijn voor genoeg glas. Ja, maar anders had ik jou glas gegeven. Ja. Want ik heb namelijk glas. Dan ga ik alvast glas koken en dan ga ik gewoon gelijk aan het dak werken. Ik hoef geen 2 etages. Eentje is genoeg. Ik heb een kelder. Ja, ik heb ook een kelder. Heb je ook al een grot gemaakt in je kelder, in de gang daarvan? Ja, mijn kelder lijkt een grot in het begin. Of loopt die grot dood? Daarna kom je uit op
op een kamer. Nou, het is gewoon de trap naar beneden. Ik heb nog geen god gevonden. Maar daar gaat genoeg gevonden worden. Nou, er is maar één cactus hier zo in de buurt. Dus ik maak even wat meer cactussen. Ja, goed. Kun je later, later misschien een cactus meer plaatsen voor verdediging? Mm-hmm. Dan doe ik dit glas even zetten dat hij kookt. Ik rem te veel, mijn voetbal gaat veel te snel leeg. Ja, daarom vind ik het eigenlijk ook geen leuke update van die voetbal. Wat zeg je? Ik versta het niet. Daarom vind ik het ook geen leuke update, die voetbal. Vond je niet zo leuk nu? Wat is die ijzer klaar? Ja. Ik heb nu 31 ijzer. Ik moet nog op zoek naar een snowbio nog steeds. Hoeveel eten heb ik? Ik heb nog 4 vlees. Ik ga eens even rondkijken. Wil je weten hoeveel ijzer ik heb? Ik heb 64 en dan nog 32. Wil je mee? Ik ga een beetje rondkijken. Ga maar even op zoek. Ik ben met mijn huisje even bezig. Oké, ik ga even onderzoeken. Misschien kom ik nog eens. Ik wil graag het snowbio van Sneeuwpop. Mhm. Neem dan lekker veel sneeuw mee. Nou, ik doe liever niet erin, anders gaat mijn voetbal weer zo snel leeg. Dat is weer ingang van een grot hier. Hé, hey, ik heb denk ik een zeebio gevonden. Daar spawnden we, wist je nog? Nee, dat is de andere kant. Ik ga juist weg van waar onze spawn is. Dus de tegenovergestelde kant. En ik heb een swamp gevonden of een jungle. Ik denk een swamp. Ik zie maar één. Het zou ziek zijn als we die ene mushroom bio zouden vinden. Mm-hmm. Ik zie hem even oversteken. Water ziet er ziek uit in een texture pack. Man, die zee is groot. Yep, dit is een jungle bio. Of een swamp bio, bedoel ik. Klein eilandje in het midden. Wee. Hallo schapen. eens kijken. Jammer dat je zelf niet het water kan oprapen. Kan je die lilies gewoon oprapen? Ja. Slaapbaar is kapot. Ja, dan pak ik gelijk een paar. Je weet dat we zandmijn hebben, hè? Een zandmijn? Ja. Nee, dat wist ik niet. Dicht bij mijn huis. Oké, ik heb gewoon wat zand overal opgeraapt. Een paar ik heb het, ja, ik doe het juist expres dat we de zandbio niet helemaal slopen. Dat je één plek hebt met een diepe gat. Ja, die mushrooms zien er apart uit. Dan mag ik alleen een paar op. Misschien komen nog een paar rode tegen ook nog. Ja. Ik heb toevallig geen schaap bij me, jammer. Dan kan ik gaan snoeien. Even wat mushrooms te zamelen. Zo, veel inktvissen zijn er in het water. Wow, dat is een hele groep hier. Oh mijn god, er zijn al veel. Echt een hele dikke groep inktvissen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ik denk 8 zijn dat als. Wow, what the hell. Ik lag er even. Ik moet niet te ver weglopen, ik wil de weg terug nog vinden. Kijk, deze kant dus op. Nog meer inktvissen. En dan kom ik weer bij een field bio. Oeh! Wat? NPC village! Ik heb een NPC village gevonden!